Hallo, ik ben Pieter van Scherpenberg, programmeur van Uitgelezen Verhalen, Literatuur ontmoet Theater. We vragen beroepsacteurs korte verhalen uit de wereldliteratuur voor te lezen hier in Theater Bouwkunde. En onze eerstvolgende editie is op vrijdag 14 februari, Valentijnsdag. Dus we hebben als thema gekozen liefdesverhalen. De deelnemers zijn Peter Drost, die zometeen ook voor de camera komt, Jardeen Roos en Margot Dames. En er komt muziek van Glazzy. Komt allen! Ja, als toeschouwer, wat ga je meemaken in het theater, restaurant, bouwkunde? In de zaal staan de stoelen, daar gaat u op zitten, lekker ontspannen. En op het toneel staan een paar stoelen voor de lezers. Hè? De voornoemde Jardeen Roos, Margot Dames en mijzelf, Peter Drost. Er staat ook een microfoon, dat we ons een beetje hoorbaar kunnen maken. Ik ga nu een fragment voorlezen uit het korte verhaal van Remco Kampert heeft het geschreven, James Dean en het verdriet. Pak ik even de bril bij, anders wordt het een hele lang filmpje. God weet bedriegt ze je wel, zei ik. Wel nee, ze weet niet eens dat het kan. En niemand probeert iets bij haar. Ze denken allemaal dat ik stralend gelukkig met haar ben en dat willen ze me niet aandoen. Dat is de pest van de vriendschap. Zeg, wil jij haar niet eens het hof maken? Kom vanavond eten. Als we hier tenminste nog ooit wegkomen, wat ik betwijfel. Ze heeft een heel mooi lijf en zo. Wat dat betreft markeert er niets aan. Ik knap alleen af op haar stupiditeit. Maar ja, als minnaar heb je daar niets mee te maken. Als je verliefd bent, merk je dat niet eens. Maar ik ben niet verliefd.